Hallo kijkers, het is vandaag zaterdag 29 december. Veel te vroeg. Maar ik wil nog één fucking mooie jaarafsluiting maken. Veel kijkplezier. Dit is station Rillandbad. Huh? Wat moet ik in Zeeland? Geen idee. Nou, het is 10 over 11. Om 10 voor 7 ben ik vertrokken en ik ben nu pas in Vlissingen. Vlissingen is echt een mokerijnd. En dan zitten we hier in het... Ik heb in Vlissingen kijkers gevonden. Hallo. En kijk, sluisjes. We moeten wachten op de boot. Boot aansluiting 30 minuten. Nu in de terminal van de ferry naar Breskens. Even scherpstellen. Ja, kijk. €3,15. Jee. Ja, stoeltjes. Heel veel stoeltjes. Wil je links zitten of rechts zitten? Ik wil graag links. Zo, we zitten nu op de boot. Onderkin. Eén groot probleem. Ik ben bang voor water. Wat? Vaartijd. Welkom in Breskens, welkom in Breskens! We zijn nu bij de bushalte van de ferry in Breskens. We gaan nu met de bus naar Brugge in België. Het is een rit van 1,5 uur met een connection crossway. Anderhalf uur in mee, gelukkig is het een super comfortabele crossway. Kaartje van Breskens naar Brugge kost €6. Wij komen nu aan op het busstation van Oostburg Ziekenhuis. Kijk, allemaal tegenbussen. Toversluis. Vind ik leuk. Ja, we gaan nu de grens passeren. Ja, Nederlandse vlag nog. Waarschijnlijk verandert dat asfalt naar fucking kut als we de grens oversteken. We zijn in België. Ja, dat is de grenshalte. Oké, België. Naast een tweetal connectionbussen op deze lijn rijdt er ook één omloop door België. En er zit ook OV-kaartapparatuur in. Zo, bus is druk. We zijn aangekomen in Brugge. 1:15. Lange rit. 6:50 vanaf Borne. Stationshal van Brugge. Mooi. Nou, voor mijn verblijf in België heb ik op mijn mobiel het product Go Limited gezet. Dat is altijd tijdens de schoolvakanties in België. Dan kun je als persoon onder de 26 jaar, mits je mobiel hebt, een product opzetten. Dan kun je onbeperkt reizen in België. In België gaat het systeem met die passies wat anders. Je hoeft nergens in en uit te checken. Hoi. Spot de vlogger. Hallo. Spot de vlogger. Oh jee. Hallo, even handjes schudden. Hallo. Ik ben bekend. Oh jee. Kijk, ik heb meer reisgenoten. Jeetje. Hallo. Heb je zin om te knokken? We gaan naar knokken. Jeetje. Zo. Dankjewel.
knokken. Knokken. De bedoeling was om vanaf hier de kusttram te gaan doen, maar dat duurt 2,5 uur, dus we gaan de challenge doen. Hoe lang houden we het vol in de kusttram? Nou, Ricardo, de review het comfort eens voor de kijkers. Nou, zoals u ziet, zijn dit niet uw standaard stoelen zoals u bent gewend. Hier zit namelijk wel een dikke kussen op, waar u heerlijk op kan zitten. Nee, het is geen hennis en hezel, maar nee, het is gewoon een normale kusttram. Ik zou zeggen, het zit veel beter dan een normale tram. Het zijn geen plastic kuipjes, dus ik zou zeggen, ja, ik kan hier wel 2,5 uur op zitten. Dankjewel. Bart, wil je het comfort van deze tram even reviewen? Ik kan ermee door. Bart, hoeveel minuten gaan we het volhouden, deze tram? Kwartier. Ja, van de 2,5 uur. Ja. En de reden waarom we het kut vinden is de uit het raam kijken experience. Dat is door reclame helemaal niks. Welkom in Blankenbergen. Ja, ze hebben de frietkraam naar mij vernoemd. Ja. Nou, de tweede Belgische trein van vandaag was vanzelfsprekend een Deense neus. Belgische trein hebben hier een doorloopklop, dan klappen ze de cabine weg. Kijk, dan is dit, hierachter hebben ze de cabine, die kunnen ze er zo wegklappen met alles erop en eraan. Nou, dan is dit het zachte gedeelte tussen de wagons. En dan ben je hier in het andere treinstel. Alt, u mag hier niet doorheen. Oh, kut. En dan ben je in het andere stelletje. Nou, we zijn nu aangekomen op het roze station Gent Sint-Pieters. Station Gent Sint-Pieters is een beetje een bijzonder station al een jaar of 20. Ze zijn aan het verbouwen hier. Dit is allemaal af. En daarachter heb je nog een heel jaren 70 gedeelte. Kijk, dat is nieuw en dan kun je hier zien dat het hier wat... Ja. Oké. Nou, de familie treinautisten heeft een buskaartjesautomaat geplunderd en gesloopt. Maar het heeft ook weer een zeer frequente bus uitgekozen. Die rijdt wel maar liefst om de 2 uur. Van alle bussen die je kunt treffen in heel België hebben wij... Hi Ricardo. Hey, hebben wij de Bus of the Year 2004. De stoelen zien eruit als het jaren 60 is. Nou, geef u weer terug. Welke lijn doen wij? 16. Naar? Deinzen. Kijk, geniet toch eens van de omgeving. Het duurt nog een uur, Michel. Fuck off. Ah, joh, mietje. Nou, 3 kwartier of zo aangekomen en het altijd gezellige Deinzen. Jij bent geen omroep. Bart, op welk station lijkt dit station? Almere of Lelystad? Ja, dat is een beetje eng. Lijkt er heel erg op Almere. Ja. Nou, een D-Zero hoor. Dit is de eerste D-Zero die ik deze trip meemaak, want terwijl het in België normaal gesproken een D-Zero galore is. Oh. Nou, we zijn weer op station Gent Sint-Pieters, maar nu op het mindere gedeelte van het station, wat eruit ziet als de jaren 30. Friet. Toen zaten we allemaal lekker aan het avondmaal. Wij zijn onderweg naar Brussel nu. Oh jee, waar zijn we nu weer? Brussel. We gaan hier een lift in op station Brussel-Zuid. Moet eens kijken wat een joekel. Jeetje, wat een lift. Er was wel een olifant in, man. Jezus. Desiro Galor. Bij dit station krijg ik altijd twijfels waar ik nou ben. Je kunt mij niet zien, want het is donker. We staan daadwerkelijk op een station. Dat is station Ottigny. Jij zegt dat het donker is, hè? Lig je hier op jou? Ja, dat perron hier is een grindpak. En we moeten hier overstappen op de trein naar Louvain-la-Neuve. Dat is de S8 van de S-baan Brussel. En daar is ons hotel. Donders van Newco. Daar gaat onze trein. En nu hebben we alweer een D-Zero. Hoe dan? Bart. Als je deze video leuk vindt, zet dan even F in de comments. Nou, en nog geen 6 minuten later staan we op station Louvain-la-Neuve. Jee, feest! Hey! Dit is het kampolijntje van België, dus dat is gewoon 7 minuten van beginnen. Oh, trap. Oh, rare trap. Mooi pad, hè? En aan het einde mag je €80 betalen. Godverdomme, oh ja, hotelkamer. België! 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 Zo, hotelkamerreview. Dit keer hebben wij Ibis Styles. Er staat hier iemand de telefoon te plunderen. Nou, zo kan ik toch niet naar ballen. Hallo.
uit, godverdomme. Nou, yo. Nou, Hugo van de Spiegel. Gaan we de badkamer even bekijken. Oh, dat ziet... Oh, bad. Oh jee. Had ik nog niet eens gezien. Lekker veel handdoekjes, toiletje. Nou, oh, dat ziet... Oh, dat is best... dit is best fancy. Nou, het bed ziet er ook allemaal prima uit. Dat ligt dat comfortabel. Ja, dat ligt comfortabel. Het toont wel... Oh, god. Nou, wat gaan we nu weer krijgen, hoor? Dat is, wat zal het nu weer zijn, hè? Hallo, Michel. Echt waar, wat is dit? Ik probeer een hotelkamerreview te doen. Dat is toch leuk? Ja, soms. Oh, Chalas. Oh, 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 niet te geloven. Nou, voor een 80 euro is dit best prima voor een nacht. Wel aan de prijzige kant, want dat toont wel enige gebruiksmogen, zoals ik al probeerde te zeggen. Maar topkamer. Nou, Ricardo. Ja, wij staan hier dus in het hotel in Louvain-la-Neuve. Dan hebben ze een heel raar uitziend groen flesje in de automatiek zitten. Dan heb ik hier 2 euro. Nou, oké, ik ben benieuwd. Wat gaan we doen? Kijk, kijk, money shot hier, money shot. Oh, getting the money shot. Het komt hier eruit, hoi. 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 Nou, ik ben benieuwd. Oké. Okay. Wat staat erop? Twist and drink. Oeh. Pom appel. Spannend. Ja? Nou, deze hebben we dus net uit de... Ik ben een beetje heel erg bang om open te maken. Zal ik het doen? Twist ja, and ga je gang doen. Twist. Oh, het breekt ook heel makkelijk af. Nou, santé. Proost. Santé en dood neerleg. Ja, ik heb geen verzekering, dus dat gaat me niet maar. Het is eigenlijk gewoon wikkie appel. Het is wel lekker. Dus... Oké, okay, we zijn gaan poelen, maar Ricardo die maakt mij keihard in. Kut Ricardo. Ja, dan gaat deze niet mis, hè? Ja, dan gaat het mis. Oh, perfect. Ah, shit. Het is gekeerd. Ik heb gewonnen. Ik moet wel eerlijk met je zijn. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Oeh, ik ben zo goed. Zo, dan gingen we met z'n allen een pilsje doen in de lounge van het hotel. Behalve Michel. Die drinkt geen alcohol. Nee, lullo. Oké, wat is er net gebeurd, heren? Hij heeft gewonnen van mij. Oké. Okay. Nou, de handshake nog, hè? Gefeliciteerd, Bart. Lekker, dus wie mag nu tegen Bart? Michel! Feest. Nou, volgens mij is het voor vandaag wel weer genoeg geweest. Welterusten. Goedemorgen. Nou, het bed was prima. Uitzichtje vanuit de hotelkamer nog even laten zien. Oh ja, allemaal mist. Zo, het zit lekker gespreid. Nou, ontbijtreview. Ik heb niet zo heel veel gepakt. Ik mors. Ik wil zo nog eitje doen en zo. Maar pannenkoekjes en mini croissantjes wel leuk. Ik heb een fruitpot en ik heb appelsap over de tafel liggen en een cappuccino. Kijk, we gaan weer weg. Reisgezelschap gaat er weer vandoor. Helaas. Kijk, een beetje rare beelden staan hier. Hele rare beelden. Zo, het is weer tijd om te vertrekken vanuit Louvain-la-Neuve. Ottigny, we zijn in Ottigny. En dat station ziet er bij het daglicht nog troostloos eruit dan wat ik al dacht. Nu nemen we de S20 naar Leuven. Nou, shout-out naar Wieke. Nou, we zijn aangekomen op het station van Leuven. En hier gaan we vanaf Leuven gaan we richting Leuk. Hallo. Zo, we zitten nu in de trein van het type I11 in de eerste klas. We hebben een surchargement gekost. Dat noemen we een klasverhoging. En dan gaan we met 200 naar Leuk. Ricardo die maakt een timelapse. Kijk beste kijkers, we gaan nu een kilometertje of 200 met een reguliere Intercity en dat toeslagvrij. No, 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 Nederland, het kan beter. We komen nu aan op station Luik en Michel die gaat hier ons verlaten. Dag Michel. Kijk, nieuwe stationsbordjes in Luik. Dit is station Luik-Carré.
Station Luik Sint-Lambertus, half bovengronds, half ondergronds. Voor de september heet het station nog Luik Paleis. Waar er rolt? Ja, nou ja, station Lies Sint-Lambert. Nou ja, de roltrappen, laten we repareren, laten we ze maar... Voor altijd buiten dienst. Altijd buiten dienst. Oké. Kijk, dit vind ik nou heerlijke treinen. Gordijntjes, gele raampjes uit de jaren 80 en van die super comfortabele stoelen. Zo, vanaf hier ben ik weer alleen. Bart en Ricardo die blijven nog even hier. Wat voor trein heb ik naar Maastricht toe? Oeh, klassiek motorstel. Het is wel echt super comfortabel dit. Hey, ik ben weer in Nederland. De station IJssen, minst gebruikte station van Limburg. Zo, weer onderweg naar het noorden. De trein heeft 2 minuten vertraging. Overstap in Roermond op de Maaslijn is 2 minuten. Ik zou eigenlijk eerst over Utrecht gaan met deze trein. Eerste klas is propvol en... Nou, waar een tweetje naar de klantenservice van Arriva sturen wel niet goed voor is. Trein gehaald. Zo, ik ben nu in een koud regenachtig Nijmegen, waar mensen naar mij lopen te schreeuwen. Ik heb deunen gehad voor avondeten, want er zit hier helemaal niks. En ik ga een lekkere warme trein opzoeken. Kapsalon. Ja, te laat. Overstap missen zo in Zutphen. Zo, ik heb hem alsnog kunnen halen. Lintje. Oeh, oh jee. Spannend hier weer in Hengelo. Ah, blauw net trein. Het is allemaal maar krap vandaag. Zo, in Borne. Zullen we nog maar een wandelingetje van een kwartier doen dan? Want ik ben nog niet thuis. Morgen is oudjaarsdag en ik hoor nu al overal continu vuurwerk. Mag niet, we doen ze toch hier. Dus dat is donders veel. Joekel van de kerstboom daar trouwens. Zo, weer thuis. We bekijken wat voor vervoerswijze hebben we gebruikt deze trip. Binnen Nederland over de chipkaart met mijn weekendvrije eerste klas. Daarna hebben we een kaartje voor de Westerschelde ferry gebruikt. Na een Breskensbrugge kaartje bij Connection 6 euro. Mobip met Go Limited voor een week 15 euro. Een klasverhoging hebben we vandaag nog gedaan. En een dagkaart van de lijn aan 6 euro verkocht bij de lijnwinkel. Als je hem bij de chauffeur haalt is die 8 euro, dacht ik. Nou, ik heb mijn pyjamaatje aan lekker thuis. Dankjewel voor het kijken. Dit is een heel leuk shot. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Laat een dikke vette duim achter. En tot volgend jaar. Fijne jaarwisseling.